Er staat een woning over daar. Er staan twee woningen, of er zijn twee woningen daar. En er is in deze rij is er 1, 2, 3 woningen. De Merwedelaan in Veghel. Van de 30 huizen zijn er 5 of 6 bewoond door buitenlandse arbeiders. In een enkel huis wonen zelfs 11 mensen. Veel buren zijn daar niet blij mee. Ja, dat verandert het straatbeeld. Veel drankgebruik, veel heftige woordenwisselingen tussen die mannen. Je weet niet wie er in de straat thuis hoort. En de sociale controle gaat dus een beetje achteruit. Een van de Poolse bewoners begrijpt niets van de klachten. Ze leven een rustig bestaan. Never trouble. We go to sleep 10 o'clock evening. 10:30. Every day, next day, morning work. To work. Ze koken hier, ze koken beneden. Ze hebben centraal een wasmachine. Hier heb je ook trouwens weer een temperatuursensor. En ook huiseigenaar Zwinkels wil ons graag laten zien hoe keurig netjes de bewoners van zijn panden zijn. Volgens het VROM, volgens de vergunningen, mogen hier 11 mensen wonen naar het aantal vierkante meters die de woonoppervlakte is. Toch wil de gemeente een rem zetten op de zogenoemde polenpanden door extra regels op te stellen. Regels als van aantal mensen wat in een huis maximaal mogelijk te huisvesten is. Dat heeft te maken met hoeveelheid vierkante meters bewoonbaar oppervlak. Ja. Heeft te maken met hoeveelheid parkeerplaatsen die er zijn. En heeft te maken met het aantal woningen wat al bewoond wordt door een huishouden. Kortom, minder mensen per huis en minder huizen in één straat. Als ze niet aan de criteria voldoen, dan moet dat tot het verleden gaan behoren. Ja. Zo'n rijtjeshuis voldoet niet aan die criteria, hè? Nee, dat lijkt me niet. Dat is heel moeilijk om aan de criteria te voldoen. Maar Zwinkels is niet van plan zijn pand op te geven. Ik heb geïnvesteerd op advies van de gemeente. Ja. Kijk, als de gemeente had gezegd toen, nee, het gaat niet en je krijgt ook geen vergunning, had ik natuurlijk nooit die investering gedaan. Volgende maand neemt de gemeenteraad van Veghel een besluit over de voorwaarden voor panden met buitenlandse arbeiders.